Ik heb Sonier te Ikbemark en ik ben van GWM met Prison Architect. Vorige aflevering zijn we hier gebleven waar ik bij dus de nieuwe cellenblok heb gemaakt. En ik ga even kijken wat ik vandaag wil gaan doen. Even zien, hervormend onderwijs. Dat zal dan wel heel handig zijn. Lijkt me wel een verstandig idee om te gaan doen. Dus gaan we even voor. Zodat ze ook in de keuken kunnen werken en al die dingen. Dus dan gaan we eventjes hiervoor een aantal ruimtes van maken voor de klaslokalen. 5x5 en dat is dan zo klein. Dus 7x7 moeten de ruimtetjes worden. Oké. Ga ik dat ook gewoon even met blauw drukken aanpassen. Ja, dat is 7x7. Oh. Zo. Weer een nietje. ik doe gewoon 6 lokalen, lijkt me wel zat. En dan hebben we hier nog een gang tussen voor een of andere reden. Oh ja, 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 ja. Mensen willen spontaan ontsnappen. Maar dat ging niet gebeuren. Oké. In de tussentijd ga ik even nog wat telefoonhokjes hier neerzetten. Want dat is ook wel handig om te hebben, denk ik. Dus dat laat ik dat maar even ook gelijk doen. De telefoonhokjes die staan er mooi. We maken gewoon lekkere kleine klaslokaaltjes. Want zoveel mensen die nemen toch niet echt veel les, vooral als we maar 125 hebben. Blauw drukken die kunnen weg. Oké, in een klaslokaal. Wat een bureautje. En een paar schoolbankjes. Doe toch gewoon eerlijk 3 per klas. Oh, wacht. En dan hier een aantal.
Oké, ik moet de deur waarschijnlijk even aanpassen. Dus dat moeten we maar even proberen. Vind ik dan wel raar dat ik deze dan een beetje anders heb neergezet, maar ja. Zo. Beleid niet. Basisonderwijs. 4 geïnteresseerd. 5. Geen tijd voor wat daghoosten. Oh ja, het hoosten hebben we nog helemaal niet aangepast. Laat ik dat nu maar even gelijk doen. En daarna 2 uurtjes vluchten. Voorwerpen die nodig zijn voor dit programma liggen niet in een bruikbare kamer. Geen leraar. Geleid door een psycholoog. Daar hebben we weer even een extra kantoortje voor nodig, denk ik. Oh, dan moeten we waarschijnlijk nog even een aantal. In de groepsruimte moeten we dus een aantal stoelen hebben. Waarom kan ik hier geen stoel neerpempen?
Oké, die ruimte is gebeukt. Nou ja, we hebben ook nog geen veiligheidsruimte. Laten we dat ook even regelen. Nu ik toch bezig ben. Beetje stroom hier ook. Is ook wel even handig om te hebben natuurlijk. Vrijlating. Waar staat dat ding? Hier. Zo. En dan hier nog een beetje van alles. Nog een paar bezoekstapels. Oké, die zijn helemaal klaar. Oké, behalve ik ga nu deze aflevering afsluiten, dus ik hoop dat je het leuk vond. Ik ga gelijk aan mijn kanaal en dan zie ik morgen weer. Later.